Koning die kennis maakt met Nederland, maar tegelijkertijd ook hele mooie plekjes links laat liggen. Dat kan natuurlijk niet. En daarom is het de hoogste tijd voor ons cadeau aan de koning. Een serie portretten van de rest van Nederland. Vandaag zijn we in... En vandaag zijn we in... Musselkanaal. Juist, Musselkanaal. Een godsgruwelijk gezellig dorp in het zuidoosten van Groningen. Er is ontstellend veel over te vertellen, maar het staat toch vooral bekend om zijn dit... En zijn dat. Musselkanaal bekend om zijn dit en om zijn dat. Maar ja, waar is dat Musselkanaal bekend? Net als ieder ander dorp. Ik denk ook... Dit en zijn dat? Ja. Niet dat beeld hoor. Ja, heel kort, heel kort. Nee, ik ben in de ziektewet. Ga maar. Wat zegt u? Nee, ik ben in de ziektewet. De ziektewet? Ja. Oh. En u bent niet ziek? Het bruist hier meer als op iedere andere plaats hier in de omgeving. Het bruist hier echt. Het bruist hier wel degelijk, ja. Het bruist. Dat bruist, ja. Bruist het hier in Musselkanaal? Nou, normaal. Dit is geen wilde boel, hoor. Dit niet. Oh, hier is veel te beleven mee, man. Ik kan niet vertellen zo. Musselkanaal, dat is toch wel een van de beste plaatsen, vind ik, uit de veenkoloniën. Veenkoloniën. De meeste Musselkanalers zijn niet te spreken over de keuze van de koning om juist hun dorp niet aan te doen. Hoe erg is het dat de koning hier niet komt? Hoe erg is het dat de koning hier niet komt? Dat vind ik niet mooi. Waarom komen ze niet op Musselkanaal dan? Waarom niet dan? Hartstikke jammer vind ik dat. Heel veel mensen die denken ook dat wij Groningers maar stugge mensen zijn. Hè? Nou, hou nou maar op. Om toch, omdat ik nou verder wil. Mijn zatte gezeur van jou. Door de regen en de wind zal ik naar. Ik bescherm je tegen alles wat komt. Dat is toch geen lied wie dat bedacht heeft? Nou, ik vind het een schandalig lied. Dat slaat nergens op. Gewoon slecht. Ik vind dat goed. Zo kan ik toch ook een lied schrijven? Ja, ik vind gewoon een kutlied, eerlijk. Een kutlied. Hier spreekt niet zomaar iemand uit Musselkanaal. Nee, we hebben het over... Walburg Harm. Die samenwoont met... Marga Wessels. Harm is een prominente Musselkanaler. Bekend om zijn haarscherpe en heldere politieke analyse. Ze halen die Grieken halen ze met een gouden kraan uit de slop. En daar gaat alle geld naartoe. Wat doet u nu? Nou, even goeiedag zeggen tegen die jongens. Ah. Als ik die Tutti Frutti boy hoor. Wie is dat? Mark Rutte. Tutti Frutti boy? Tutti Frutti boy. Hij lacht heel smerig. Laten ze maar een beetje meer respect doen voor de Nederlandse bevolking. En eens een beetje anders denken dan over die buitenlanders. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb niet gezegd dat ze anders moeten denken over de buitenlanders. Over buitenlanders gesproken. Die zijn wel degelijk te vinden in Musselkanaal. Al spreken ze maar moeizaam Nederlands. Niet begrijpen. U kan geen Nederlands. Nee. Maar daar heeft hier in dit dorp niet alleen de buitenlander moeite mee. Zo, die thuis waren er mensen er allemaal uit, maar ze appel. Dat moest de geld erin op de door in. Wat zegt u? Dat moest de geld door haar er toch in. Maar u moest toch aanpassen? Nee, ik pas me nergens aan. Nou ja, ze passen ook naar bij mij, hè. Goed, Mr. Koning. We sluiten af met natuurlijk de drie vingers in de lucht. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer.